Peters vanaf 11 meter. En het is 1-0 voor Emmen. Een buitenkansje dus voor Peters. Scoorde vorig seizoen veel. En dit is zijn eerste. Ja, dit moet Emmen goed uitspelen. Nu wel toch? Banning, Loen, Loen. En die maakt het wel beheerst af. En het is afgelopen. Emmen gaat dus winnen bij RKC Waalwijk. In die tweede wedstrijd voor FC Eindhoven. Hier twijfel. En dat moet je nooit doen. Als daar de kans is voor Bakker. En die houdt het overzicht en tikt die bal als laatste binnen. En dan is het weer gelijk. Het is de 50ste minuut. En Emmen komt op gelijke hoogte zoals altijd. De hoekschop van Jurie Loen. Twijfel bij Swinkels. En dan wordt hij binnengetikt door Nick Bakker en is het 1-1. Om de twee wedstrijden wisselt de Nooier van Doemen. Omdat ze zo dicht bij elkaar zitten. Bel, daar is hij weer. En daar is Siegman. En dan doet hij wat hij vorig jaar ook deed. Hij is terug in de basis ten koste van Bakker. En juist hij en Bakker maakten vorig jaar bij de 4-0 alle goals. Het jonge talent dat lang niet speelde in het eerste van NEC. Joppe, daar in de problemen. We zitten al in de extra tijd. Nog één keer Emmen. En daar is de goal. Oh, wat een domper voor NEC. En wat een... prettige minuut voor FC Emmen. Nick Bakker is hier degene die voor alles en iedereen kruipt en binnenschiet. Dick Lukien eigenlijk vooral goals. Is tevreden over het spel. Alleen te veel gelijke spelen. Hier de kans en Banning doet het. Notabene de oudspeler van de Graafschap die hier voor Emmen treft zeker. Hi Daddy. Goeie paas daar op Peters. Peters en die verrast daar de doelman Bertrams in de korte hoek. En dus heeft Cambuur nog altijd het nakijken. Cambuur dat twee uitwedstrijden wist te winnen bij Go Ahead en bij Volendam. Maar nu achterstaat en achterkomt, verder komt. Want daar is het Haidari met zijn doelpunt. Hij bekroont zijn wedstrijd met een goal. Dat had allemaal te maken met dat interland weekend, dat komt... In de 11e minuut op achterstand hetzelfde Jong PSV. Na een hele mooie Emmen-aanval. Daar zijn Loen bij betrokken, Haidari en uiteindelijk Banning die het afmaakt. 1-1 dat het ook vorig seizoen werd. Emmen, 27e minuut, Peters. Mooi vrijgespeeld door Haidari. Haidari, de man met rechter nummer 7, vorige week de grote man. En dat opgeteld bij de winst van Emmen vorige week tegen Cambuur... betekende dat Lukien die elf ook vanavond het veld instuurt. Drie keer een gelijk spel, Jong PSV uit, toch? Twee van de vier uitwedstrijden gewonnen. PSV dat zo onderhand risico's moet gaan nemen. Een klein kwartier voor het einde, daar gaat Haidari weer. Alleen op doelman van Os af en nu is hij hem wel te slim af. En staat het 3-1 en lijkt de buit binnen. Inmiddels in de extra tijd van de wedstrijd. Gaat Emmen wel een doelpunt maken? Via invaller Michiel Hemmen. Zijn eerste doelpunt sinds 19 oktober 2015. Ons dat hij wel twee van de laatste drie jaren won. Maar nu dus vooral moet verdedigen. Fleuren probeert daar Chacon van de voorzet af te houden. Maar bij de tweede paal is daar de kopbal van Cas Peters. En zo is het eindelijk, zou je mogen zeggen, 1-0 voor de thuisploeg. Heeft een goede linker, Jurie Loen. Loen met de vrije trap en ja, die valt gewoon binnen. Goeie goal zeg. Fantastisch binnengeschoten door de oud-Spartaan Jurie Loen. Een redelijk gelijk opgaande eerste helft. Misschien Emmen iets beter. Hier via Klok. En nu Banning, prachtig. Haidari, ook mooi. En Peters en het staat 1-0. Zo snel kan het gaan. 10 minuten voor tijd neemt Emmen een toch wel verdiende voorsprong. Nadat een drietal Emmen-spelers zich op deze manier onderscheidt. Eerst Banning, dan Haidari en uiteindelijk met een handigheidje Peters. Die zijn vijfde van het seizoen maakt. Tweede minuut na rust. Emmen in de aanval. Bijl, ja, waarom ook niet? Hij doet het zelf. Hem wordt in ieder geval geen strobreed in de weg gelegd. Je kunt je afvragen wat hier de rol is van Almere City-doelman Kramer. Want deze bal zou normaliter als hij voorlast gaat bij de doelman. En dat doet hij toch voor de doelman van Almere moeten zijn. Is hij verrast? Ik weet het niet. Maar Emmen verdubbelt wel vlak na rust de voorsprong.
Het lijkt allemaal niet zo ernstig. Peters en de 1-0. Cas Peters is dan degene die na een half uur spelen hem op een 1-0 voorsprong zet. Het is zijn zesde van het seizoen en hij zit er prima in. Nu in de afwachting van en in afwachting van niks. Veldmaat neemt deze vrije trap. Maakt daarmee zijn ongelukkige verdedigende moment goed. Schiet hem prima in. En zo heeft Volendam dus niet lang kunnen genieten van die voorsprong op Emmen. En moet het vrezen met grote vrezen. Want Emmen gaat door. Emmen heeft Emmen. En Emmen scoort. Het is een diep triest verhaal. Het verhaal van Volendam. En de vrolijkheid zit bij de Drentenaren. Want hier Emmen, de invaller, maakt het verschil vanavond. Maar een goed begin van de thuisploeg. Veldmaten. Veendorp. Banning wijst waar hij de bal wil hebben. Daar komt hij niet. Wel voor de voeten van Peters. En die weet daar wel raad mee. Aarzelt geen moment. Pats, boem. En Verrips kansloos. Met een gelukje voor zijn voeten. Lekker geraakt zeg. 7 keer thuis al ongeslagen Emmen dit seizoen. Banning weggestuurd. Veel handen omhoog voor buitenspel. Maar het mag doorgaan. Emmen weer de paal en dan Peters. In de naastoot. En 2-0 voor Emmen. Emmen verprust eerst nog deze gigantische kant. De paal zit Emmen niet bepaald mee vanavond. Inmiddels de 10e minuut van de tweede helft. Problemen achterin bij Jong FC Utrecht bij het uitverdedigen. Dit de mogelijkheid voor Banning en er staat 1-1. Prima assist van Emmen. Dat is de eerste ook die hij tegenkomt bij de felicitaties. En Emmen staat naast Jong FC Utrecht. Slecht uitverdedigd, een mooie assist, niet hard. En nu moet Jong FC Utrecht oppassen. Die bal gaat naar de grond. Emmen staat erbij. Vanaf de zijkant komt Klok nog een keer. Bij de eerste paal, daar is Emmen. Het staat 1-2. 64e minuut. Emmen komt op voorsprong in de Galgenwaard. Vorig seizoen eindigde het 2 keer gelijk. In Emmen bleef het 0-0. In Amsterdam eindigde het op 1-1. En dit is natuurlijk een hele leuke om naar te kijken met de assist van Bijl en de intikker, de gelijkmaker van Peters. Hij, de topscorer van Emmen, tekent hier voor zijn 9e. Inmiddels de slotfase van de eerste helft. Een prachtige lange bal. Aan de bal Bijl, die zojuist de assist verzorgde voor 1-1. En nu datzelfde doet voor 2-1. Dit keer is het Emmen die profiteert. Die maakt zijn 4e van deze competitie. En de thuisploeg gaat aan de thee. Met een 2-1 voorsprong. Als Emmen op zoek gaat naar de gelijkmaker, is dit Veendorp. Voorzet Bijl. Dat is een aardige voorzet. En hier is het doelpunt. Het staat alweer gelijk via wie anders dan Cas Peters. Tiende doelpunt van het seizoen voor Peters. Er is hier amper iets aan de hand. In het duel tussen Van Son en Peters, toch gaat de bal op 11 meter. En Peters zorgt vanaf de strafschopstip zelf voor 2-2. Aan het einde van dit seizoen weer terug richting de Bollenstreek om trainer te worden van Rijnsburgse Boys. En 4 minuten voor tijd, toch een treffer voor Emmen. Vlak voor tijd een invaller, Haidari. Profiteert van een prachtige lange bal van Loen. Maakt nog snelheid, ziet wellicht nog ruimte voor een gelijkmaker. Deze zit er in ieder geval goed in, tussen de benen door bij Swinkels. Goede reactie dus in dat opzicht van Emmen. Meteen een aanval na de tegentreffer. Oh, dit is een slim balletje van Bijl. En daar is Anko Jansen en daar is het 1-1. Mooie treffer, vooral misschien nog wel door de assist. Anko Jansen scoort. En er zou wellicht een kleine Jansen aan kunnen komen. Heel kort even de duim in de mond. Oeh, moeizaam. Faas is net op tijd, net te laat. Is hoe je het ziet. Mulder kopt die bal weg. En dan vliegt hij erin via Hans Mulder. En is het weer Anko Jansen die scoort. Beetje geluk zit er natuurlijk wel bij. Dan wil hij die bal ook nog van Hans Mulder hebben. Nou, nu weten we het zeker. Er gaat de kleine Jansen komen. Eerst de duim in de mond. Nu de bal onder het shirt. Dan hoop je eigenlijk dat hij ook nog een derde doelpunt gaat maken. Want ik ben toch wel heel benieuwd wat hij dan gaat doen. Emmen dus in een goede periode bezig met Glenn Bijl. Die door kan gaan, die bal weer voor zijn voeten krijgt. En dan onderweg nog aangeraakt door Dammers.
En dan bijna volle paniek bij Santos, de doelman van Fortuna. Jansen. En dan is het 1-0 voor Emmen. De 9e minuut van de wedstrijd. Anko Jansen scoorde vorige week 2 keer. En het lijkt erop alsof dit ingestudeerd is. Want Jansen staat hier te wachten. Emmen dus dat de 8e positie op de ranglijst inneemt. Met 32 punten. Terwijl de koploper Fortuna er 44 heeft. Hier Banning. En die maakt het af op het paasje van Peters. Schiet hij in 1 keer in de draai. Alexander Banning. En dan Emmen op 0-2. En zelfs klinkt er gefluit in het stadion van Fortuna Sittard. Banning. Nu kan Peters niet meer. Ze moet het via Jansen. Dan wel weer terug Banning aanspelen. Die bal op precies goed. En dit moet hem zijn. Dit is hem ook. De voorsprong voor FCM in de 9e minuut. Door Banning. Mooi uitgespeeld. Eigenlijk die eerste echt een serieuze kans. En meteen uitgepakt. Razendsnel de omschakeling. De Banning die zelf doorloopt. Die bal valt precies goed. Dille moet dat dan eens schatten. Hoe hard gaat die bal? Banning naar de paas van Jansen. Opdam. Hendricks loopt slim weg van dit soort kansjes. Weet hij soms wel gebruik te maken. Goede redding Telgekamp. Voorkomt nummer 17 van Sam Hendricks. En dan gelijk weer de kans voor Emmen. Wat gaat het snel heen en weer. Hier is Banning. Banning op weg naar Stevens en Banning met de 0-1. 15 seconden nadat Go Ahead Eagles denkt op voorsprong te kunnen komen, ligt hij er aan de andere kant in. En er gaat weer een foutje aan vooraf. Ja, niet van Hendricks. Die kon hier niet zoveel aan doen. Maar Buwalda legt hem zo klaar voor Peters. Die geeft hem lekker mee aan Banning. De rode loper uitgerold. Slechts 1 iemand nog te verschalken. Dat is de doelman. En Banning doet het uitstekend. Siekman. Met zijn linker. Banning. Oh, goed aangenomen. Banning. Het is 1-0. Chaos in de verdediging bij de Graafschap. En zo staat Emmen voor met 1-0. De voorzet. En Banning doet dit heel erg handig. En daar weet hij wel raad mee, de rechterverdediger. Want in het verleden is hij nog aanvoerder geweest. En ook aanvaller. En dit is een goede goal. Nieuwpoort. Ja, hij zei het al bij de mislukte voorzet van zo even. Die bal die moet over de grond. Nou, nu speelt Klok hem over de grond. En het is 2-2. De hoekschop aan de andere kant. Jansen is de nemer van de hoekschop. Siekman en Bakker. Het is 3-2. Verdediger Nick Bakker met een hele belangrijke goal. Met overtuiging de bal getrapt door Jansen. Siekman. Ja, Bednarek is aan de grond geraakt. Want ja, waar moet de doelman naartoe? Veendorp. Jansen. De nieuwe vormgever bij Emmen. Jansen kijkt. Goeie voorzet. Ja, Banning gaat wel naar de eerste paal. En daar was ook het gevaar. Heeft het aardig aan het draaien, deze Lukien. Bilate in de ploeg gekomen. Bilate met de voorzet. En daar is de 4-2 in de beslissing in de wedstrijd. Alexander Banning met zijn tweede van de avond. Kon het niet vinden op de Vijverberg bij de Graafschap. Ja, hij is echt een team, man met diepgang. En zo scoort hij vele goals in de Jubilee League. We zitten in de slotfase. Mamedov is erbij gekomen na 5 jaar terug bij Emmen. Mamedov! Aha! Wat een goal zeg. Ja, dat past er nog wel bij. Bij de amusementswaarde van deze wedstrijd. Mamedov, weg bij Straalman, weg bij Nieuwpoort. Jansen. Anko Jansen. Na een avontuur in Turkije, terug dus in Nederland. Dit is goed gespeeld en dit is de gelijkmaker. 1-1. Kas Peters. Ja, ze hebben Banning of Peters voorop lopen. En een goede aangever de laatste tijd in de persoon van deze Anko Jansen. Hop, lekker balletje aangenomen. Het resultaat boekte, dat leidde tot de periodetitel. Prima gekopt door Jansen. Veendorp.
tot twee keer toe. Veendorp overname daardoor van Emmen. Vier man eruit. Dan is er een mannetje over ten opzichte van Os. Is Pilater geen buitenspel? En gaat hij scoren ook? Ja! Mario Pilater zet Emmen op voorsprong. Mooi uitgespeeld. Uitstekend werk tot twee keer toe van Veendorp. En dan is Emmen er snel uit. Geeft Panning op het juiste moment de paas. En Pilater heel kalm. Goed gedaan om Maus heen. En dan is het doel leeg. Peters. Goed teruggelegd. En het is 2-1 voor Emmen. Het doelpunt van Bijl. Het is een fraaie aanval. Peters legt hem heel lekker terug. Bijl is goed doorgelopen. En schuift hem dan rustig onder Maus door. Zo is Emmen zeer effectief. Maar is van afstand schieten? Nee, eerst kappen en dan schieten. Banning steekt hem. Geen buitenspel. Penalty. Strafschop voor Emmen. Het is moeilijk van deze afstand te zien hoeveel contact er precies is. Ja. En Peters zelf dan achter de bal. Zo. Schieten we gewoon strak in. 13e doelpunt van het seizoen voor Peters. En de periodetitel lonkt voor Emmen. Zij staan voor en moeten alleen maar hopen op een goed nieuws uit Dordrecht. Bakker. 22e minuut. Mooi steekballetje op Pilater. Blijkbaar geen buitenspel en het is 2-1. Pilater passeert Kramer. Verdedigers van Almere City kijken naar de grensrechter. Maar die houdt de vlag naar beneden. En Pilater verkleint de achterstand. En balbezit voor Emmen via onder meer Bijl, Barink. En uiteindelijk vanaf de linkerkant Pilater. Pilater en daar is Mirani. En die scoort evenals in de eerste confrontatie tussen deze twee ploegen. Maar nu passeert hij zijn eigen doelman. En 4 minuten na rust staat het 2-2. Laatste kwartier inmiddels ingegaan. Balbezit Ben Moussa. Onderuit gehaald door Hamer. Dat levert Emmen in ieder geval nog een vrije trap op. Jansen organiseert. Achter de bal. Loen. En Loen met 1-3. En dat met 12 minuten plus een beetje. Zou wellicht kunnen betekenen dat Emmen nog wat meer dichterbij kan komen. Goeie vrije trap. Siekman die de bal inleverde. Tim Siekman. Dat mag niet nog een keer gebeuren bij Emmen. Emmen dat relatief weinig tegengoals krijgt. En dit is een prachtige paas. En dan is daar vrij voor het doel. Peters, Cas Peters. Hij maakt de openingsgoal na 26 minuten voetballen. En nu staat Emmen op een 1-0 voorsprong. Banning heeft de bal onder controle met nog wel een tegenstander dichtbij zich. In dit geval was het Pereira die daar stond. Inmiddels 35 minuten gespeeld. Niet al te veel mogelijkheden. Links en rechts. Emmen aan de bal. En dat natuurlijk in het bezit is van een man die veel goals kan maken, namelijk Peters. Deze bal verdwijnt net over. Cas Peters, vorig seizoen topscorer, 14 goals. Nu heeft hij er al 14 achter zijn naam staan. En hier wordt het gelijk via veldmaten. De hoekschop is van Loen. En uiteindelijk levert die bal die overvliegt en van richting werd veranderd en leidde tot deze hoekschop. Toch nog tot een treffer. En Emmen staat naast Van den Dam. Niemand bij de verre hoek. Zelfs de man op de doellijn die naast hem staat, kan er ook helemaal niets aan veranderen. Inmiddels 10e minuut na rust. Dit is Bijl. Daar komt Gronsveld. Die probeert die bal op het doel te koppen. Dat mislukt compleet. Maar die mislukte kopbal van Gronsveld levert wel een treffer op van Peters. En zo komt Emmen voor de tweede keer naast Van den Dam vanavond. Niet van Platje en ook niet van Schouten. En dus geen strafschop voor Emmen. Hier gaat Gronsveld voor de ploeg van Lukien. En wat gebeurt hier? Een duikeling toch van Cas Peters. Maar nu gaat de bal wel op de strafschopstip en is er zelfs een gele kaart voor Twan van Huizen die niet protesteert. Hij maakt wel een overtreding, maar de buiteling is opmerkelijk van Peters. Dat zal Snoei er ook hebben gezien. Peters zelf achter de bal. En raak ook, al gaat het moeizaam via de handschoenen van Rodi de Boer. 1-1. En de 16e treffer in dit seizoen voor Cas Peters.
Kwartiertje nog. Kan het nog voor de ploeg van Dick Lukien? Dit is Juri Loen. Voorzet komt niet echt uit de verf, maar levert nog wel gevaar op. En een mooie goal van Thijs Dallinga. 2-3. Hij maakt zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. En hij is nog maar 17 jaar. En Dick Lukien, u zag hem even rechts in beeld, kijkt ook niet al te vrolijk. Dan de vrije trap. En die wordt wel binnengekopt. Banning kopt de vrije trap van Jansen feilloos binnen. Het ziet er allemaal heel simpel uit. Uit een doodspelmoment komt Emmen dan toch weer terug in de wedstrijd. Hij heeft ook wel heel veel ruimte hoor. Alexander Banning en scoort zo op deze manier zijn 9e van het seizoen. Zit er dan nog iets in voor Emmen? Zit er dan nog meer in voor Emmen? Klok. Een van die twee invallers naar rust. En daar is de 3-2. Opnieuw Alexander Banning. Scoorde ook al twee keer tegen de Graafschap, zijn oude club. Toen werd het 5-2 voor Emmen. Nu betekent het dat Emmen helemaal terug in de wedstrijd, want het is 3-2. Lopen vrijdag ging deze wedstrijd niet door. Maar vanavond, op deze maandag, wordt hij dan wel gespeeld. Want het kunstgrasveld is nu wel in perfecte staat. Flink druk van Peters. Ook flink druk van Chacon. Is dit een penalty? Ja, het is een strafschop. Het is een gele kaart. Ja, Jansen vraagt om een rode kaart. Dat moet je niet doen, Anko. Oh, goed druk gezet door Chacon. Velida, wat dom. Je mag nooit glijden in de 16. En Cas Peters mag gaan aanleggen voor zijn 17e goal. En het is 0-1. Doelpunt nummer 17 dus van Cas Peters. En zo komt Emmen dus op voorsprong in Den Bosch. Jansen. Ja, voetballen kan hij wel. Anko Jansen. Banning. Loen. Nou, komt daar de beslissing aan? Ja, het is 1-2. Het is een verdediger notabene. Stef Gronsveld. En dus wordt Emmen net op tijd wakker. Want Emmen heeft natuurlijk ook de punten nodig. Want Emmen wil graag voorbij Cambuur. Want dan stroomt het in de halve finale van de play-offs.